het nou nodig om eufobia's te enten? Nou, nodig is het eigenlijk niet natuurlijk. Maar sommige planten die uit hele moeilijke gebieden komen, die zijn hier heel moeilijk op eigen wortel te houden. Dus dan, om zeker te zijn dat je de planten kweken kunt, dan moet je ze eigenlijk enten. En ook voor als je bijvoorbeeld maar één plant hebt en je wil hem vermeerderen om meer te krijgen, dan kan je door enten sneller de plant vermeerderen. Want geënt groeit de plant veel sneller dan op zijn eigen wortels. En ook voor het zaad, zeg maar. En ook zaad, ook bloeien ze vaak beter als ze geënt zijn. Dus dan kan je ook makkelijker. Ja. En heb je een voorbeeld van zo'n soort die je geënt hebt? Ja, ik zie hier van alles staan, maar... Ja. Nou ja, hier heb ik bijvoorbeeld Gizacanta. Die is wel te kweken, maar ook moeilijk. En als je stekken maakt, je moet ze voor zaad kweken, omdat het een plant is met een bolvormig lichaam met zijtakken. En als je een zijtak ent, dan krijg je alleen één rechte stam. Dus dan proberen we om die tak eraf te knippen. En dan hopelijk dat er weer een kop als een zaailing opkomt. En die enten we dan weer om weer opnieuw eigenlijk een echte natuurlijke plant te krijgen. Ah ja. Wat zijn nou goede onderstammen? Nou, Euphorbia? De beste onderstammen, dat is eigenlijk Euphorbia canariensis. Maar die moet van zaad opgekweekt worden en... Hier geven ze geen zaad en het is heel moeilijk om aan zaad te komen. Maar dan gebruik ik ook nog, die is ook redelijk goed, dat is Euphorbia ingens. En die kan je zelf makkelijk vermeerderen door af te snijden. En dan maakt hij opnieuw weer scheuten. En die scheuten die kan je dan weer gebruiken als onderstam. Terwijl de scheuten van canariensis, die zijn zeer moeilijk aan de wortel te krijgen. En soms, ja, gebruik ik ook nog weer andere... Andere onderstammen als experiment, maar ja, dit zijn de meest gangbare en voor mezelf is de canariensis nog steeds de beste. Moeten we nog wat bijzonders doen voordat we de entstam kunnen gaan gebruiken? Ja, je moet zorgen dat de entstam goed aan de groei is op het moment dat je hem gaat gebruiken. Ook de ent moet goed aan de groei wezen, dus de entstam die geef ik een week van tevoren veel water. Dat je goed kan zien dat ze groeien. En dan kan je ze gaan gebruiken om te enten. Dat kun je dan ook zien, dat ze met een week reageren ja, op dat water? Ja, je kan dan zien dat de kop licht groen wordt. En dat gedeelte, dat moet je snijden waar de groei in zit. Ja, daar gaan we zo naar kijken waar je precies moet snijden. En als we hem nou gaan snijden, op welke plek gaan we dat dan doen? Ja, als ik dat ga doen, dan ga ik dat hier doen, hè, zo. Op die hoogte, dus alleen echt het topje gaat eraf. Ja, deze die zou je een beetje lager kunnen snijden. Omdat daar zit de groei van helemaal tot hier. Maar die canariensis is alleen de top maar. En als je te diep gaat, ja, dan lukt dat niet. Dus die ingens die kan wat lager? Die kan je wat lager snijden. En wat hebben we nodig bij het enten? Ten eerste hebben we nodig alcohol om het mes te ontsmetten. Ja. Dus we ontsmetten het mes en we snijden... En dan en ook hebben we nodig, wat ik dan doe, is gedistilleerd water. Zo gauw ik gesneden heb, dan komt de melksap eruit. En die spoel ik er dan meestal af met gedistilleerd water. Ook kan je een paar tellen wachten en dan een flinterdun schijfje er nog een keer afsnijden. En dan is ook de melksap weg. Maar de manier waarop jij het doet is dat je het schoon spoelt met water. Ja, dat doe ik altijd met gedistilleerd water. Dat is even makkelijk. Want je moet ook natuurlijk de ent moet je hetzelfde doen. Die moet je ook snijden en die moet je ook weer... Dat gaan we zo bekijken. Ja, dat gaan bekijken. We zien. En ook als je hem erop zet, dan moet je eigenlijk even flink drukken dat alles eronder uit is. Dat, Nou, dan hebben we natuurlijk iets nodig om te gaan enten. Ja, en daar heb ik nou twee. Ik ga deze twee... Turbiniformische enten. Ja. En een takje van Bertha Mariae. Oké. En maakt het nog wat uit wanneer je ze ent? Welke periode in het jaar?
Nou, ook als ook in de groei zijn. Hè. Er zit nu groei in, net als de onderstammen. Dus nu ga ik dat doen. En dat kan nog doorgaan tot eind augustus. En na eind augustus, dan ent ik niet meer, want dan krijg je schimmels en dingen. Dus dan is het afgelopen. Ze beginnen nu met zijden. Ja, ik ga nu eerst alvast mijn stekjes eraf snijden om te enten. Dit is één. Ja. Nou, ik sproei even de melksap eraf. Dat droogt het sneller. Dat is twee. Ja. Nou. Ik pak de onderstam. En ik snij. De bovenste. En dan ga ik ook nog de zijkantjes, dat is voor het afdrukken van de rent. Even weer afspoelen, is altijd een hele, zo. Pak ik de turbiniformes opnieuw en snij hem voor de tweede keer. Nog één keer. Dun. En gelijk erop. Nasproeien, zo. Hier, die snij ik even dieper. Dat is die ingens. Dat is de ingens, ja. Recht snijden. Zie je, de tweede keer snijden, zie je al dat er minder sap uitkomt. Ja. Dan nemen we zijn. En die snij je dan wat schuiner af. Zo, dat ik een groter vlak heb om te pakken. Drukken en dan is één elastiekje genoeg. Het is altijd zo natuurlijk, dus er zijn er ook die doen niks natuurlijk. Ja. Maar hoe lang duurt het voordat je ziet dat het doorgroeit? Als het goed gepakt heeft, dan kan je na een paar dagen al zien aan de kopjes van de plant dat die al gaat groeien. Dat is wel heel snel. Ja, het kan heel snel, maar het kan ook dat hij een half jaar erop staat en niks doet. Dus het hangt altijd weer af van de omstandigheden. Maar... En maakt het nog uit van hoe die erop geplaatst is? Moet hij een groei vaatbundel of nee, zo? Nee, dat maakt helemaal niks uit. Je kan hem er gewoon op zetten. Er is niks met vaatbundels, heb je niks te maken tussen. Hoe lang laat je dit nou zo staan met die elastiekjes? Nou, die elastiekjes die mogen er niet te snel af. Want het pakt eigenlijk gelijk, dat kan je zien. Want dat is geen probleem, maar als je de elastiekjes te vroeg uithaalt, dan gaat hij hem er weer afdrukken. En dan blijft hij op een eind maar aan één puntje vastzitten. Dus de elastiekjes laat ik er meestal toch minimaal 14 dagen op zitten. Of je moet de plant gaan beschadigen, dan moet je hem wel weghalen. Dus, en op eigen wortel. Ja. Hier heb ik bijvoorbeeld een Unispina. Die is op zijn eigen wortel. Er staat er hier nog één achter en dan kan je zien de ent, maar die is helemaal vergroeid met de plant zelf. Je ziet het bijna niet meer. De kleur. Ja, de kleur. Dat is ook Canariensis dit. Ja, dat is ook Canariensis. Ja. Ja. En bij deze? En hetzelfde even hier met Feminifica. Hier kan je goed zien dat het een Canariensis is. Ja. En dit is dan op zijn eigen wortel. Ja, vind ik die nog net zo mooi.
Ja, dat is ook gewoon. Ja, 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 ja. Dus het is niet zoals bij cactussen dat ze er minder mooi gaan uitzien? Nee, helemaal niet. Juist, het lijkt heel mooi. Ja, ja.